De klimaatwet is misschien wel een van de beste recente voorbeelden van brede politieke samenwerking. Maar nu de coronacrisis de aandacht vraagt van iedereen in deze Kamer, dreigen we het vermogen te verliezen, zoals de koning het gisteren treffend zei in zijn troonrede, het vermogen om over de crisis heen ook naar de toekomst te kijken. En dat kunnen we ons niet veroorloven. Want het regent weerrecords en de wereldwijde bosbranden sporen ons aan tot actie. D66 wil het klimaatakkoord daarom als springplank gebruiken naar een schone, eerlijke en moderne economie. En dat dit hard nodig is, werd nog eens onderstreept in de Europese State of the Union. Nu is dan ook de tijd om bij te schakelen. Er zijn kansen genoeg om te versnellen. Denk alleen al aan wind op zee. Recentelijk ook weer grote windparken op zee die zonder subsidie werden gegund aan Nederlandse bedrijven die windparken bouwen. Maar ik denk ook aan de vele knelpunten die er nog zijn om aan te pakken, zoals ons stroomnet. Want het is natuurlijk absurd dat schone stroom het elektriciteitsnet niet op kan, omdat het stroomnet er niet klaar voor is. En zo blijven al die grote daken leeg, terwijl we daar allemaal zo graag zonnepanelen op zouden willen zien. Kiezen voor de wereld van morgen is geen kwestie van een groene religie, maar van harde economie. Investeringen in nieuwe technologie houdt mensen aan het werk en helpt bedrijven aan wereldkansen bij de bestrijding van een mondiaal probleem. En waar sommige politici misschien denken nu even niet, zegt dit kabinet met D66 nu juist wel. Want er is natuurlijk nooit een goed moment voor een vliegbelasting of een CO2-heffing voor de industrie. Maar die komen er nu wel en dat verdient een compliment aan het kabinet. Maar al die inspanningen vanuit het klimaatakkoord betekenen niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. De blik moet vooruit. En daarom stellen D66 en GroenLinks samen voor om een nieuwe bodem te leggen in de klimaatwet. Minimaal 55% reductie in 2030. Want we hebben de afgelopen paar jaar al ongelooflijk veel bereikt, maar we zijn er nog lang niet. En laat het kabinet daarom gretig blijven op de klimaatambities, want de aanval is de beste verdediging. Dat zei de Nederlandse zeeheld Maarten Tromp, maar Johan Cruijff kwam niet geheel toevallig tot dezelfde conclusie. We zijn als Nederland het beste als we vooruit gaan.